gehoord van Willem de Grote, architect uit Leeuwarden. Hij maakte heel veel in de vorige eeuw toen hij degelijk gebouwd werd. De Groot, zijn naam wordt nog gehoord. Zijn werken zijn uniek, een nieuw soort romantiek. En hij leeft nog altijd voort, ja, ja, hij leeft. In 1853 werd op Ameland in het gezin van Cornelis Dirks de Groot en Gelske Willems de Boer een jongen geboren. Net als zijn vader en grootvader leek hij voorbestemd om kapitein op de grote vaart te worden, maar zijn leven verliep helemaal anders. Nog geen 13 jaar oud werd hij door zijn vader naar Zaandam gestuurd om het timmermansvak te leren. Na een leertijd van ruim 5 jaar verliet hij Zaandam en ging naar Leeuwarden om zich daar als timmerman te vestigen. Hij werd hier ingeschreven als timmerknecht en niemand kon toen vermoeden dat hij zou uitgroeien tot een van de belangrijkste architecten van Leeuwarden. Hij was uiteindelijk meer dan een halve eeuw als architect werkzaam. De Groot ging eerst 6 jaar in de leer bij Jacob Isaacs Douma, bij wie hij voldoende praktijkervaring opdeed om zich daarna bouwkundige te noemen. Op 25-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste opdracht van Fijke Groschen, bouwkundig opzichter en timmerman. Het ging om een woonhuis aan het begin van Achter de Hoven, de straat waar de Groot toen zelf ook woonde. Na verbouwing is het nu in gebruik als kerkgebouw en inloophuis. Toen 2 jaar na zijn eerste opdracht zijn leermeester Douma overleed, nam hij op verzoek van diens vrouw onder andere de verdere bouw van eigen brood over. Het was in een tijd dat de meeste arbeiders nog zeer schamel waren gehuisvest. Wat waren ze dankbaar voor huizen met een toilet, een keuken en de echte knusse bedsteden in die tijd. De eerste woningen van oud eigen brood waren al eerder gebouwd, de rest volgde onder leiding van de Groot in 1888. Later werden rond 1904 ook de 60 woningen van nieuw eigen brood gebouwd, met voor de Groot kenmerkende versieringen, zoals de gele band, ook aan de zijkant, en de gele stenen boven de deuren. De woningbouwvereniging Leeuwarden nam 4 jaar later het initiatief om aan het Noordvliet de Oud-Indische buurt te laten bouwen. Uiteindelijk werden dit 80 woningen. Hier ging architect de Groot over in een vernieuwingsstijl met siermetselwerk en kleurige baksteenaccenten. De schoorstenen, de oorspronkelijke voordeuren en de kleinere ruitjes in de ramen zijn door renovatie verdwenen. Het stratenplan bleef eenvoudig. Smalle, gezellige, parallelle straatjes met halverwege een bredere verbindingsweg. 2 jaar later volgde de Saskia-buurt die wat speelser is opgezet. In de straat van Welgelegen, genoemd naar het buiten dat vroeger aan het Zuidvliet stond, is duidelijk te zien hoe gevarieerd vooral de kopwoningen zijn. Hier leefde de Groot zich uit in een afwisseling van gele en bruine bakstenen, uitstekende schoorstenen, ronde ramen boven de deuren en verschillende voorgevels en dakkapellen. De kopwoningen staan niet in een rechte lijn, maar springen dan weer in en dan weer uit. Vlak bij de Saskia-buurt zijn, voor de vereniging Eigen Brood bovenal, 3 woningen gebouwd voor gezinnen met tuberculosepatiënten. De gevels zijn door de Groot in neo-renaissance-stijl ontworpen en gebouwd aan de Rembrandtstraat. 100 jaar geleden werd de Hollanderwijk gebouwd, intussen een rijksmonument en een beschermd stadsgezicht. Alleen al door deze wijk heen wandelen is een plezier. Wat moet het een genoegen zijn om in deze wijk te wonen. De mooie tuintjes met ligusterhagen, de speelsgebogen Halbertsmastraat en Hollanderstraat, de afwisseling van gevels en dakkapellen en het fraaie siermetselwerk. De 177 woningen in deze wijk waren al op 17 februari 1915 gereed, terwijl de opleverdatum pas 10 mei was. De huisjes werden direct allemaal verhuurd. Het plantsoen in de wijk is intussen omgedoopt tot WC de Groot plantsoen en hier is als hommage aan de Groot een kunstwerk geplaatst. In 2002 ontworpen door Walter Baas, die tegenwoordig workshops geeft. Ja, hier was die WC de Groot.
Oh, dat is de architect van deze buurt. Die heeft hier al die leuke huisjes ontworpen. Wc. Ja, wc. Nou, hij heet Willem Cornelis, hoor. Klinkt heel wat beter natuurlijk. Oké, ja, goh. Leuk pleintje, hè? Ja. Mooi plantsoen. Ja. Moet je nou eens kijken. Kijk. Die lijkt er wel wat die op. Die lijkt weer sprekend. Ja. Zullen we eens naartoe gaan? We gaan even. Hij lijkt hier wat ouder, maar toch, ja. Kom mee? Ja. Kom mee. Ja. Oké. Willem de Groot. Goeiedag. Goeiedag. Willem de Groot. Hoe vindt u dit monument? Prachtig, ja. Niet alleen voor de sociale woningbouw heeft De Groot excellent werk verricht. In Leeuwarden is op veel meer plaatsen werk van De Groot te bewonderen. Zoals Pizzeria Pompeii aan de Groentemarkt. Dit is neo-renaissance, het driehoekige fronton aan de top en de versieringen met hoofden. Hetzelfde zie je bij de winkel aan het Nauw, waar Mercurius, de god van de handel, je toelacht en de engeltjes op de hoeken beschermend toekijken. Aan de Nieuwe Stad is een bijzondere winkelpui te vinden op nummer 130. Van oorsprong was het een winkel waar medische instrumenten en artikelen werden verkocht. In de details aan de gevel is dat nog duidelijk te zien. Ouder, uit 1894, is de kosterij aan de Oosterstraat. De Groot liet in deze trapgevel, in neo-Hollandse renaissance-stijl, boven de ramen kleurige metselmozaïken aanbrengen. In het poortgebouw van de Noorderkerk aan de Grote Kerkstraat 31 combineert De Groot elementen uit de Hollandse renaissance-architectuur met onderdelen uit de klassieke bouwkunst. Voor wie een keer de poort binnen kan komen, ook het interieur van de erachterliggende gereformeerde kerk is van De Groot. Vlak naast het oudste huis van Leeuwarden bevindt zich op de hoek van de Grote Kerkstraat en het Jacobijner Kerkhof de door De Groot in 1893 voor Jan Kroes ontworpen smederij met bovenwoning. De gevel is versierd met smeedwerk. Omstreeks 1894 werd het diaconessenhuis aan de Noordersingel tegenover de Prinsentuin gerealiseerd. Heden ten dagen is het een appartementencomplex, maar oorspronkelijk was het bestemd voor de verpleging van ruim 60 patiënten, tevens als huisvesting voor 25 pleegzusters. Na fusering met andere ziekenhuizen in 1982 verloor het uiteindelijk zijn oorspronkelijke functie, die nog wel terug te vinden is in het esculaapteken, het symbool van de geneeskunde, in de top van de gevel. De stijl van het diaconessenhuis begint al te lijken op die van de later door De Groot ontworpen Juliana-vleugel van het Sint-Antonie Gasthuis. In 1906 werd aan de Wijbrandte Geeststraat het Gabbema-gasthuis gebouwd. Dit is een hoogtepunt in het oeuvre van Willem Cornelis de Groot. Het is een van de best bewaard gebleven Art Nouveau-gebouwen in het noorden van Nederland. Het pand is opgetrokken uit oranje-rode verblendsteen. De dakpannen zijn rood en groen geglazuurd. Boven de ingang is een veelkleurig tegeltableau aangebracht, ontworpen door decoratieschilder Wits. Het stelt een adelaar voor die beschermend zijn vleugels uitspreidt over de kleinere vogels, zoals het gasthuis dat deed over zijn bewoners, oorspronkelijk alleen bejaarde dames. Fraai is ook het houten klokkentorentje met spits. Tegenover het Fries Natuurmuseum, vroeger het Stadsweeshuis, ligt de Juliana-vleugel van het nieuwe Sint-Antonie Gasthuis. Rond 1909 veel uitbundiger door De Groot in neo-renaissance-stijl ontworpen dan bijvoorbeeld het Diaconessenhuis. Alsof hij de tegenoverliggende gevel van het Stadsweeshuis wilde overtreffen. En dat is hem zeker gelukt. Mooi zijn de decoraties boven de ramen en de veelheid van koppen op de eerste verdieping. In de beeldengroep boven de poort is Antonius van Egypte te zien, de naamgever van het gasthuis. De Groot was van 1887 tot 1930 de architect van het Sint-Antonie Gasthuis en maakte daarvoor zeker 50 ontwerpen, zoals onder andere de bruine tuinkoepel voor de armen, de groene tuinkoepel,
voor de rijken, het baarhuisje voor de doden en de voogdenkamer, een achthoekige aanbouw aan de Wiardavleugel, voor de bestuurders. In de tijd dat hij, nog maar net in Leeuwarden, zijn opleiding volgde bij Dauma, werd de Groot verliefd op kleermakersdochter Hendrikje van der Kam, Rika. Ze trouwden op 31 oktober 1877. Het was heel triest dat bij de geboorte van hun kind in 1880 het meisje niet meer in leven bleek te zijn en ze daarna kinderloos bleven. In 1912, toen hij al een gevierd en geliefd architect was, bouwde de Groot voor zichzelf een dubbel woonhuis aan de Emmakade nummer 41 en 43. Hij woonde en werkte hier in het rechterdeel tot zijn dood in 1939. Rika was bij hem tot ze in 1921 op 71-jarige leeftijd overleed. Rika? Rika? Ben je Rika niet? Nee meneer, ik ben Wietske. Willem de Groot, aangenaam. Ik heb hier gewoond. Willem de Groot? Ja. Dat is een bekende naam. Ja, dank u. Waar ken ik die naam van? Ik heb deze huis gebouwd. Architect Willem de Groot? En ik heb hier gewoond ook. Ja. U bent architect Willem de Groot? Ja, ik heb hier samen met Rika gewoond. Ik dacht dat ik Rika was. Maar, met alle respect meneer. Ja. Willem de Groot, die is er toch al lang niet meer. Ik onderbreek u even, ik moet nu weg, want ik moet mijn dochter halen. Oh. Ja, u heeft een dochter. Ik heb een dochter, ja inderdaad. Gefeliciteerd. Wij hebben wat kinderen gemist. Ach, wat. De groot verdriet geweest. Wat vervelend voor u. Ja. Meneer de Groot. Sorry. Ja. Meneer, gaat het nu wel goed met u? Ja, zeker. Ik ben van plan om even te gaan kijken wat er allemaal nog staat hier in Leeuwarden. Waar gaat u nu naartoe dan? Ik wil eigenlijk kijken naar het Gabbema gasthuis. Want dat is altijd mijn pronkstuk geweest. Het Gabbema gasthuis? Werk. Dus die kant op? Ja. Wilt u meelopen? Nou. U moet de dochter van schoonhouden. Misschien wel wijs om toch een eindje met u mee te lopen. Ik moet toch dezelfde kant op. Naast alles wat de Groot in Leeuwarden heeft gemaakt, is ook buiten Leeuwarden nog veel van zijn werk te vinden. Al in 1881 begon de Groot met het ontwerpen en verbouwen van boerderijen voor het Sint-Antonie Gasthuis, bedoeld om met de opbrengsten van de landerijen de zorgtaken te ondersteunen. Als eerste bouwde hij twee stelboerderijen in Lietsegeerst. De Groot ging tot 1929 door met het bouwen en verbouwen van boerderijen. In 1885 ontwierp de Groot in opdracht van jonkheer meester Cornelis van IJsinga de stoeterij De Oorsprong in Sint-Nicolaasgeer. Nu is het een restaurant, hotel, conferentiecentrum, maar zowel buiten als in het smaakvol ingerichte interieur is de oorspronkelijke bestemming nog terug te vinden. Alleen al de tegeldecoratie in de voorgevel laat dat zien. In diezelfde omgeving, maar dan veel later, in 1910, bouwde de Groot de pastorie naast de kerk in Langwar. Natuurlijk weer in een voor hem typerende stijl met contrasterende kleuren. Rond 1905 werd de Groot gevraagd om de toren van de hervormde kerk in Tietjerk te vernieuwen. Dit prachtige kruiskerkje, een rijksmonument, ligt iets buiten het dorp. Een van de mooiste bouwwerken van de Groot buiten Leeuwarden is ongetwijfeld de Martenastaten in Kwaijum. De Staten werd op dezelfde plek gebouwd als de oude Martenastaten die eind 19e eeuw werd afgebroken. Het is een in neorenaissance stijl uitgevoerd klein kasteeltje met een toren bekroond met een uivorm. Het lijkt erop dat de Groot zich heeft laten inspireren door de toren van het Poptaslot in Marsum, waar hij toen ook werkzaam was. Het laatste woningontwerp van de Groot was in 1930 voor de familie Nooit Gedacht van de bekende schaatsenfabriek in Driels. De gevel verspringt hier sterk en de overkapping steekt ver over de gevel uit. Het interieur moet heel bijzonder zijn met glas- en loodramen en mooie tegelvloeren. Hier sta ik dan. Ik moet weer weg. Wat ik steeds vergeet te zeggen is dat het in het hiernamaals niet eens belangrijk is dat ik een bekende architect ben geworden. Het gaat om wat ik voor anderen heb gedaan. Maar ja, hoe moet ik dat deze mensen duidelijk maken? Hoe moet ik dat nou zeggen? Je naaste liefhebben?
Weet je wat? Ik zeg gewoon... Nou, ik vind het heel fijn om hier bij de Oldehoofd te zijn. Het is natuurlijk een bouwwerk wat nooit afgekomen is. En dat is iets wat mij toch als architect ook verdriet doet. Want als ik nu vandaag heb mogen zien, in die ene dag dat ik terug mag zijn op dit mooie plekje op deze aarde, als ik gezien heb wat er nog is overgebleven van wat door mij ontworpen is, dan ben ik een bevoorrechte architect geweest wat dat betreft. Ik zou zeggen, ook tegen u, mensen wees lief voor elkaar. Hong Chien. De Groot werd door zijn familie omschreven als een zelfbewuste, maar tegelijk lieve en beminnelijke man, die veel voor zijn medemens over had. In de necrologie, die de Leeuwarden Courant in juli 1939 publiceerde, wordt hij een vriendelijke man genoemd, die zijn werk met grote ijver verrichtte en meerdere malen blijk gaf van grote bereidwilligheid en onbaatzuchtigheid. We kunnen nooit volledig in beeld brengen wat de Groot voor Leeuwarden heeft gedaan. Maar laten we nooit vergeten dat hij iets van het mooie, het creatieve, de degelijkheid van hem en zijn tijd aan ons heeft meegegeven. Heb je wel gehoord van Willem de Grote, architect uit Leeuwarden? Hij maakte heel veel in de vorige eeuw toen hij degelijk gebouwd werd. De Groot, de Groot, zijn naam wordt nog gehoord. Zijn werken zijn uniek, een nieuw soort romantiek. En hij leeft nog altijd voort, ja, hij leeft.